Ja, Sjoerd, hoe is jouw voorbereiding tot nu toe? Ja, op zich wel lekker. Ik train hard en goed. En ik voel me fit, dus ik ben wel tevreden. Ja. Je maakt wat minder minuten. Is dat erg? Ja, het is wel erg. Het is jammer in ieder geval. Alleen, ik was al van tevoren op de hoogte gebracht. Dus dan stel je daarop in en dan kun je het beter handelen. En ik moet zeggen, ik had minder minuten verwacht dan dat ik nu de eerste wedstrijd mocht gewoon 3 kwartier meedoen. Terwijl misschien eerder de planning was dat ik echt weinig minuten zou maken. Dus voor mij is op dit moment elke minuut meegenomen. Ja. Wat is eigenlijk jouw status op dit moment binnen de Go Ahead Eagles? Nou, op dit moment mag je nog steeds op zoek naar een andere club. En, maar aan de andere kant, ik heb nog een jaar contract en dat respecteren ze. En, als ik niet weg ga, dan mag ik gewoon blijven. En dan zal ik ook wel deel uitmaken van de selectie dit jaar. Wat wil je zelf eigenlijk het liefst? Ja, het liefst wil ik gewoon blijven. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik op dit moment ook niet echt op zoek ben. Het is, als er wat leuks op mijn pad komt, dan kan ik altijd kijken. Maar op dit moment, ik heb het hier verder ontzettend aan mijn zin. Ondanks dat ik wat minder minuten maak. En ik heb wel het gevoel dat dit een groep is wat beter gaat draaien dan vorig jaar. En daar wil ik graag deel van uitmaken. Dus op dit moment blijf ik gewoon hier. Waarin merk je die verschillen? Want ja, ik zie het ook. Maar ja, jij loopt er tussenin. Dus neem eens mee. Nou, ten eerste dat de trainer er ontzettend kort op zit. Hij heeft een heel duidelijke visie wat hij wil. En dat hij heeft heel veel autoriteit. En dat straalt hij ook uit. Dus het is geen gejaar maar. En gewoon, natuurlijk heb je wel de vrijheid in het veld. Maar gewoon doen hoe ik het hebben wil. En daar is hij heel duidelijk mee bezig. En je ziet dat heel veel jongens het oppakken. En het is tot nu toe mooi om te zien. Ja. Was dat vorig jaar anders? Ja, vorig jaar onder Flemish waren we natuurlijk met iets heel anders bezig. Met een nieuw systeem. Wat gewoon heel veel wennen is en in het begin heel veel uitproberen. En, jullie verloren vorig jaar met 5-1 bijvoorbeeld ook in de voorbereiding van Almere. En nu spelen jullie 2-2. Ja, nee, maar zo is het wel. En deze trainer heeft meteen vanaf het begin heel duidelijk gezegd van hoe hij het hebben wil. En vorig jaar werden we daarin vrijgelaten. En vorig jaar hadden we denk ik niet de groep die dat... Die dat goed kon uitvoeren wat de trainer van plan was. En ik denk dat deze groep wel goed kan uitvoeren wat de trainer wil. Ja, het is eigenlijk gewoon bijna totale make-over. Want als ik naar de basisopstelling kijk, ik telde er eigenlijk nog maar 2 die er vorig jaar bij waren in de voorbereiding. Ja, en die waren ook nog halverwege pas gekomen. Dat klopt inderdaad, ja. Laten we zorgen dat die make-over niet te veel had en dat ik snel weer in de ploeg kom. Ja, je wil je echt in de ploeg vechten. Wat vertelt John Stegeman tegen jou? Want ja, je zult het aan hem moeten laten zien. Ja, nou ja, ik heb wel een goed gesprek met hem gehad ook na 2 weken. Dat hij zei dat ik een intelligente speler ben. Dat ik voor alle 3 de posities op middenveld wel uit de voeten kan. Dat ik het vrij aardig deed. Maar dat er nog niet meteen de situatie veranderd is in de zin van dat ik nu in 1 keer wel mag blijven. Dus, maar ik heb wel het gevoel dat als ik gewoon blijf 1 september, dat hij dat zeker wel gebruik van me gaat maken en me zeker wel betrekt in de groep. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend ook een beetje bij je steekt. Want jij bent natuurlijk ook jarenlang een beetje, misschien wel boegbeeld een beetje van Go Ahead geweest. Je hebt Eredivisie gespeeld, 12e geworden. En nu hang je er een beetje naast. Ja, nee, klopt. Het is ook pijnlijk. Maar wat ik al zei, hij heeft me natuurlijk in mei het verteld. Dus dan heb je tijd om het te verwerken. En ik ben niet zo snel een speler die opgeeft. Ik heb een aantal hele goede jaren natuurlijk hier gehad. En ik wil niet afsluiten hier bij de Eagles met zo'n rotseizoen als vorig seizoen. En dat is mijn motivatie om dit jaar alles aan te doen. En ik begin in op een achterstand. Maar in het seizoen kunnen een hele hoop dingen gebeuren. Wie weet, blessuretjes, schorsingen, resultaten die tegen zitten. En dan moet je er gewoon staan. En als de trainer een beroep op me doet, dan wil ik er staan. Ja, een avontuur in het oosten van Europa zie je niet zitten? Nee, op dit moment niet meer. Nee.